Blog 2, het gebaar duim omhoog. Kun je met één hand doen, kun je met twee handen doen. Je kunt hem mooi groot maken, je kunt hem met een zwaai stevig doen. Je kunt hem heel sierlijk maken, alles op je eigen manier. Thumbs up, iedereen gebruikt het wel. Ik denk dat het ook wereldwijd wel bekend is dat het een positieve bedoeling is. Als steun, als zet hem op, hartstikke goed gedaan, geweldig, prima, fantastisch. Allemaal van dat soort dingen. En ik denk dat iedereen hem ook wel gebruikt heeft in zijn leven. Volgens mij jij ook wel. Het leuke ervan is dat het al heel lang geleden is begonnen. Maar vroeger was het niet positief. Want het was begonnen met de gladiatorgevechten. En dan was de duim op niet van, ja, goed zo, goed gedaan. Nee, dan was het, hij mag dood. Want er was, als je kon blijven leven, dan deden ze niet zo, maar dan deden ze de duim op de vuist. Dat was genade. Als je goed gevocht hebt en ze vonden dat ze het goed hadden gedaan, deed je je duim op je vuist en dan mocht de gladiator blijven leven. Maar had je pech en was het niet goed gegaan, dan ging de duim omhoog en dan ging die dood. Heel jammer natuurlijk. Ik heb een paar fotootjes op mijn blog van bekende mensen die de thumbs up natuurlijk ook gebruiken. En een uitleg over hoe je likes voor je Facebookpagina kunt gebruiken. Hier beneden kun je in het vakje kijken. De link natuurlijk om het te lezen. En nou ja, dat ging over de thumbs up. Veel plezier, volgende keer een ander gebaar. Tot ziens, doei!